Jij hebt ook een eigen stichting, ja. No Wildlife Crime. Is er een bepaald punt geweest in jouw leven dat je dacht, ik moet hier iets aan doen? Dat is zeker. Wat mij het meeste aangreep was een klein kalfje dat we vonden op de savanne. Dat daar rondliep zonder moeder, omdat die dus ook was gestroopt. Maar die leefde dus nog wel, dat was een geluk, want meestal worden die kalfjes natuurlijk meteen opgegeten door leeuwen. Het allerlaatste noordelijke witte neushoornmannetje, Sudan, overleed begin vorig jaar, in maart 2018. Nu een jaar later is het weer slecht nieuws. Het laatste mannetje van de Sumatraanse neushoorns op Maleisië is afgelopen week overleden. En is dat slecht nieuws? Het is wel slecht nieuws. Betekent dit het einde van de diersoort? Dat niet per se. Maar we hebben wel jouw hulp nodig. En daarom in deze video 3 dingen die jij kunt doen om de neushoorns te redden. Coming up! Ik ben Hilmer Derksen, biologiestudent, helemaal gek van dieren. En jij kijkt naar BioVlog Wild. Het kanaal als je meer wil weten over dieren en hoe de biologie in elkaar zit. Als je nieuw bent op dit kanaal en je wil meer weten over de fantastische planten en dieren op deze planeet, ram dan even op die abonneerknop om direct alle video's te kunnen zien. Dan nu, de neushoorns. Want daar gaat het niet zo goed mee. Laten we bij het begin beginnen. Er zijn 5 verschillende soorten neushoorns hier op aarde. 2 daarvan leven in Afrika en dat zijn de witte neushoorn en de zwarte neushoorn. En van die witte neushoorn zijn weer 2 verschillende ondersoorten. En in een eerdere video heb ik al verteld over het laatste noordelijke witte neushoornmannetje, Sudan. Die noordelijke witte neushoorn, die is eigenlijk al uitgestorven. Bijna niks meer aan te doen. Sudan was het laatste mannetje, is overleden en daardoor kunnen er geen nieuwe nakomelingen meer komen. Als je er meer over wil weten, kijk vooral even die video. Van de zuidelijke witte neushoorn zijn er nog zo'n 20.000 over. Daar gaat het eigenlijk wel redelijk goed mee. Die zwarte neushoorn zijn er ongeveer 5.000 van over. En dan in Azië zijn er nog eens 3 verschillende soorten neushoorns. De Indische neushoorn, waar er nog zo'n 3.500 van zijn. De Javaanse neushoorn, daar zijn er nog maar zo'n 60 van over. Echt bijna niks. En de Sumatraanse neushoorn, diegene waarvan er laatst zo'n mannetje is overleden. En van die Sumatraanse neushoorn zijn er nog maar zo'n 250 over. En dat zijn er niet veel. Als je precies wil weten hoe ik aan deze cijfers kom, ik studeer op de Wageningen Universiteit. En daar wordt heel veel onderzoek gedaan naar de neushoorns. En in het laatste blaadje wat uitgegeven is in Wageningen, de Wageningen World heet dat, is een heel artikel over de neushoorns en alle gevaren voor deze soorten. Met name de stroperij en het verlies van de omgeving. En hier staat een heel overzichtje van alle soorten die er zijn en hoeveel er nog over zijn. Nou, die Sumatraanse neushoorn, ook daar gaat het dus niet zo goed mee. En het grappige is dat die Sumatraanse neushoorn eigenlijk de meest verwante diersoort is aan de wolharige neushoorn. En dat is een diersoort die al zo'n 10.000 jaar geleden is uitgestorven. Die wolharige neushoorn, dat was een hele grote neushoorn met heel lang haar. Was volledig bedekt met een dikke vacht. Perfect om te kunnen overleven in de ijstijd. Maar op een gegeven moment kwam er een andere diersoort op aarde. De mens. En die mens, die had honger. Dus die ging jagen op die wolharige neushoorn. En dat heeft hij zo goed gedaan, dat er geen enkele meer overgebleven is. En datzelfde wat er 10.000 jaar geleden is gebeurd door de mens, gebeurt ook nu weer. Van die Sumatraanse neushoorn zijn er dus niet veel meer. Er zijn er nog een paar populaties in Indonesië. En in Maleisië zijn er nog maar een paar dieren. En daarvan is er dus laatst eentje doodgegaan, een mannetje. En zoals je weet, voor het voortplanten van dieren heb je een mannetje en een vrouwtje nodig. En als er geen mannetje is, dan kan het vrouwtje geen bevrucht eitje krijgen en kan er geen nieuw babytje komen. Dat wordt dus heel lastig zonder mannetje. En Tam, of zijn volledige naam Kretam, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, dat was het laatste mannetje wat daar in Maleisië voorkwam. Dat betekent dus dat er in Maleisië geen nieuwe baby's geboren kunnen worden. Ja, dat is vervelend. En die Tam, dat neushoornmannetje, werd gevonden in zijn eentje ronddwalend op een palmolieplantage. Hij was de weg kwijt, hij wist werkelijk niet meer waar hij heen moest. Hij was volledig alleen. En dat is meteen ook het grootste probleem voor deze dieren.
Die palmolieplantages vormen een enorm groot probleem voor alle dieren die daar in die omgeving voorkomen. En als je precies wil weten waarom palmolieplantages zo slecht zijn voor de natuur, kijk dan vooral even de video die ik laatst heb gemaakt. Daarin vertel ik alles over palmolie, waar het in zit, want vergis je niet, het zit in bijna de helft van alle producten die je in de supermarkt kunt vinden. Maar die palmolieplantages zijn voor de Sumatraanse neusworm dus een heel groot probleem. En dat komt omdat er enorme stukken regenwoud gekapt worden om plaats te maken voor deze plantages. En dat niet alleen, al het hout wat daar gekapt wordt, dat moet vervoerd worden naar het buitenland. En daarvoor moeten wegen aangelegd worden. En ja, die wegen die gaan gewoon dwars door het oerwoud heen. Dat betekent dus dat hele grote stukken gebied gewoon in tweeën gehakt worden. En neushoorns die dus van het ene naar het andere gebied willen, zullen dus een hele gevaarlijke snelweg moeten oversteken. Nou, er gaan neushoorns dood doordat ze aangereden worden. Er gaan neushoorns dood doordat ze geen gebied meer hebben om te leven, omdat er geen voedsel meer is. Er is nog een ander probleem. De stroperij. In Azië en met name in China geloven ze dat neushoorn een geneeskrachtig middel is. Ze gebruiken dus eigenlijk als medicijn tegen allerlei verschillende soorten ziektes. Tegen kanker, tegen erectieproblemen, van alles en nog wat. En ja, je moet heel eerlijk zeggen, neushoorn is niks anders dan nagel. Het is van hetzelfde spul gemaakt, keratine. Het heeft dus werkelijk waar geen enkel nut voor de gezondheid van de mens. En toch zijn er genoeg mensen die het willen hebben. En daardoor worden er elke dag weer heel veel neushoorns geslacht, hun hoorns eraf gehaald en afgescheept naar Azië. En dat gebeurt ook met de Sumatraanse neushoorn. Maar is dit dan het einde van deze soort? Niet per se. En waarom is het eigenlijk belangrijk dat we deze soorten moeten houden? Wat is het belang van de neushoorn? Is het heel erg voor ons als ze verdwijnen? Nou, laat ik je wat vertellen. Als je gaat kijken naar de natuur, dan zit die heel ingewikkeld in elkaar. En dat gaat van het kleinste organisme naar het grote organisme. Je moet het eigenlijk zien als een soort Jenga-toren. Die bestaat uit allemaal kleine blokjes die op elkaar gestapeld zijn. En zo zit de natuur ook een beetje in elkaar. Je hebt planten, die planten worden weer gegeten door andere dieren. Die dieren worden weer gegeten door carnivoren, door roofdieren. En sommige roofdieren worden zelfs weer gegeten door andere roofdieren. En als je één van die dieren uit het systeem haalt, dan valt het helemaal in elkaar. En datzelfde gebeurt dus bij de Jenga-toren. Als je daar maar te veel blokjes uit die hele toren haalt, of daar bepaalde blokjes bijvoorbeeld helemaal onderaan weghaalt, dan stort die toren in elkaar. En datzelfde kan dus ook gebeuren met de natuur op aarde. En die natuur ziet er over de hele aarde verschillend uit. Je hebt de oceanen, je hebt de woestijnen, je hebt de jungle en de savanne. En met name die neushoorns in Afrika, die leven op de savanne. En die neushoorns in Azië, die leven in de bossen, in de jungles. En daar zijn ze heel belangrijk, want neushoorns zijn echte grote grazers. Dat betekent dat ze heel veel planten kunnen eten. En dat doen die neushoorns op zo'n slimme, goede manier, dat die natuurgebieden heel goed in elkaar zitten. En daardoor kunnen er ook heel veel verschillende soorten diersoorten in die gebieden voorkomen. Wetenschappers hebben zelfs aangetoond dat in die gebieden waar neushoorns voorkomen, de biodiversiteit veel groter is dan in gebieden waar geen neushoorns zitten. En biodiversiteit is eigenlijk een heel moeilijk woord voor het aantal soorten wat in een gebied voorkomt. En bij die neushoorns is dat dus veel meer dan in een gebied zonder neushoorns. En daarom zijn ze zo belangrijk. Dus ja, als die neushoorns verdwijnen, is dat voor ons dus best wel een groot probleem. Hoe kunnen wij daar iets aan doen? Ik kan me heel goed voorstellen dat je je een beetje machteloos voelt. Hier vanuit Nederland, wat kunnen wij doen om die neushoorns te redden? Wij zitten toch niet in Afrika, wij zitten toch niet in Azië. Wij kunnen die stropers toch niet proberen te stoppen. Gelukkig zijn er heel veel organisaties die wel precies weten wat ze moeten doen en die daar ook in het veld dingen kunnen doen voor die neushoorns. En jij kunt ze helpen. Een paar weken geleden kreeg ik deze leuke brief in de brievenbus. En als je goed kijkt, staat daarop Studio Freek. Super vet, maar het vetste komt nog. Want in deze brief zaten twee van deze badges. En deze badge is van de organisatie No Wildlife Crime. De organisatie die is opgericht door Freek Vonk. Freek Vonk is natuurlijk de avonturenbioloog van Nederland. En een paar jaar geleden is hij naar Afrika gegaan om te kijken wat ze daar tegen de stroperij doen. En ik heb Freek Vonk daar naar gevraagd. Ik kwam hem vorig jaar toevallig tegen bij het Future for Nature event. En ik heb hem toen heel even kort geïnterviewd en gevraagd van ja, hoe vond je dat nou? Dus hier komt hij.
jij hebt ook een eigen stichting, ja. No Wildlife Crime. Is er een bepaald punt geweest in jouw leven dat je dacht, ik moet hier iets aan doen? Dat is zeker. Ik heb een paar jaar geleden, misschien weet je dat nog, een programma gemaakt over stropers. En neushoornstroperij in Zuid-Afrika. Ik ben er een paar maanden geweest. Ik ben op pad geweest met anti-poaching units. Dus mensen in de gelegen uniformen met grote geweren die daar op de savanne rondlopen om de dieren te beschermen. En dat was heel bijzonder om dat van dichtbij mee te maken. Ik heb vreselijke dingen gezien. Ik heb gezien dat neushoorns, vers afgeslachte neushoorns, zeg maar. Maar wat mij het meeste aangreep was een klein kalfje dat we vonden op de savanne. Dat daar rondliep zonder moeder, omdat die dus ook was gestroopt. Maar die leefde dus nog wel. Dat was een geluk, want meestal worden die kalfjes natuurlijk meteen opgegeten door leeuwen. Maar die hebben we toen gevonden. De anti-poaching unit heeft die gevonden. Meegenomen naar een opvangcentrum. En daar hebben we haar verzorgd, melk gegeven, aandacht gegeven. En dat raakte mij zo om zo'n kleine baby neushoorn. Hulpeloos. Wat een baby is hulpeloos, ja, ja. Precies. Die heeft hulpeloos. Niks verkeerd gedaan. Daarom. En toen dacht ik echt, wat kan ik nou nog meer doen om misschien ook mijn kleine steentje bij te dragen. En een klein verschil te maken. En toen heb ik No Wildlife Crime opgezet. En dat gaat eigenlijk supergoed. En daarmee ondersteunen wij veelal wat kleinere projecten wereldwijd. Waar we echt een verschil mee kunnen maken. Bij kunnen maken. Die vechten tegen stroperij. Fantastisch. Ja. Dus met zijn organisatie, No Wildlife Crime, probeert Freek de natuurbescherming dus te ondersteunen. En ik zei dat ik 2 badges had. En ik heb er hier 1. Dat komt omdat die andere, die heb ik op mijn blouse zitten. Hier. En dit is mijn favoriete blouse. Dit is de blouse die ik altijd draag als ik op avontuur ga. Als ik naar buiten ga, als ik mijn Biovlog Wild aflevering maak. Dan draag ik heel vaak deze blouse. En vanaf nu zul je me dus ook met deze blouse en dit logo zien. Dus Freek Vonk, hartstikke bedankt. Ik ben er super blij mee. Ik draag hem met trots. En ik hoop dat we op deze manier toch een beetje aandacht kunnen krijgen voor het beschermen van diersoorten. Dus ben je fan van Freek Vonk of wil je heel graag de natuurbescherming ondersteunen? Neem absoluut even een kijkje op zijn webshop. Want daar kun je van allerlei leuke dingen kopen. T-shirts, tassen, van alles en nog wat. En op die manier kun je ook jij een verschil maken voor de natuur. Wat kun je nog meer doen? Nou, best wel veel. Baby neushoorntjes. Zijn dat niet de allerschattigste dieren die je ooit hebt gezien? Wat nou als ik jou zou vertellen dat ook jij voor zo'n baby neushoorntje zou kunnen zorgen? En niet eens dat je daarvoor naar Afrika hoeft. Nee, dat kan gewoon vanuit je luie stoel. Maar hoe dan? Nou, bij de Rhino Orphanage in Zululand kun jij een baby neushoorntje adopteren. Floortje Dessing, bekend van haar reisprogramma's, is een keer afgereisd naar Afrika om een kijkje te nemen bij een van deze Rhino Orphanages. En wat ze daar doen is eigenlijk het opvangen van baby neushoorntjes die gevonden worden in het wild. En zoals ik vertelde, die baby neushoorns die zijn echt heel erg afhankelijk van hun moeder. Dus als die moeder er niet meer is, dan moet er iemand anders voor ze zorgen. En deze mensen doen dat met alle liefde die ze kunnen krijgen. En voor maar 5 euro per maand of 60 euro voor een heel jaar kun jij een baby neushoorntje adopteren. Sterker nog, je kunt zelf kiezen welk neushoorntje jij wil adopteren. Super schattig. Nou, en voor dat geld krijgen zij melk, voeding en alle knuffels die zij nodig hebben om een grote, stoere neushoorn te worden. Wat wil je nog meer? Maar dat stropen van dieren is dus een hele nare business. En er zijn stropers die gaan met een geweer het veld in om de dieren af te schieten. Er zijn ook stropers die gebruiken een andere methode. Die leggen vallen. En die vallen, die noemen we ook wel snares. Basically wat het is eigenlijk gewoon een ijzerdraad die ze in een lus op de grond of in de bomen hangen. En dieren die blijven daarin vastzitten. En die dieren, die komen niet een klein beetje vast te zitten, die komen heel erg vast te zitten. Want hoe harder zij proberen aan die vallen te trekken en eruit te komen, hoe strakker die snare komt te zitten. En die dieren die kunnen geen kant meer op. Ze kunnen niet meer eten, ze zijn vatbaar voor roofdieren, want ze kunnen dus nergens heen. Als er een leeuw aankomt, ja, probeer jij maar eens uit die val te komen. En ze raken ontzettend in de stress. Ik bedoel, als jij vast blijft zitten met handboeien aan je bed, dat vind je ook niet fijn. Gelukkig zijn er mensen die ook het veld in gaan om te proberen deze vallen te ontmantelen. Dus ze gaan dus vallen op, ze kijken in de bomen, ze kijken in het gras. En heel vaak vinden ze daar die ijzerdraad vallen. Nou, daar kun je 2 dingen mee doen. Of je kunt ze weggooien. Of je maakt er kunst van. En dit is een zogenaamde snare art. Dit is dus eigenlijk een val. Ik heb hier dus niet zomaar een snare in mijn handen. Ik heb hier het leven van een dier. Want deze snare had een dier kunnen doden. Maar nu
staat hij mooi op mijn kamer en kan ik ervan genieten. Ik ben er super blij mee. Deze mooie kunstwerken worden gemaakt door Kainai Conservation. Het is een aparte naam. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Je kunt gewoon naar die website gaan. En zij gaan dus het veld in om die snares te verzamelen. En vervolgens maken ze er deze kunstwerkjes van. Je kunt voor €5 een superleuke sleutelhanger kopen. En daarmee koop je dus niet alleen iets leuks voor jezelf. Maar je helpt er dus ook mee om te zorgen dat de savanne vrij wordt van vallen. En daardoor zullen er minder dieren doodgaan. En dat is hartstikke mooi. Dus wil jij graag helpen om de neushoorns te redden, dan kun je zeker een kijkje nemen op de website van No Wildlife Crime. Je kunt een baby neushoorn adopteren of je kunt zo'n super gaaf kunstwerkje kopen. Ik zal alle links van de websites en de webshops in de beschrijving zetten onder deze video, dus kijk daar even naar. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Abonneer op BioVlog Wild als je meer van dit soort video's wil zien. De abonneerknop zit ergens hier beneden. Druk daar even op. Hij is nu nog rood waarschijnlijk. Hij moet zo meteen grijs worden. Het is heel simpel. Gewoon klik. Done. Laat een berichtje achter in de comments als jij nog een supergoed idee hebt om de neushoorns te redden. En misschien dat ik er een video over maak. Dit was BioVlog Wild. Tot de volgende keer.